was onder andere dranghekken. Verschillende agenten geraken gewond. De betogers maken er een echt spel van. Ze dagen de politie gewoon uit. En ze gooien met alles wat ze te pakken krijgen. De politie laat uiteindelijk 4 waterkanonnen aanrukken. In de hoop zo terug controle te krijgen over de situatie. Maar de betogers wijken niet. Wanneer er eentje zich te ver waagt, wordt hij hard aangepakt door de politie. Het kat-en-muisspel tussen de betogers en de politie duurt uiteindelijk 3 uur. Pas daarna wordt het weer wat rustig. De politie kan uiteindelijk enkele tientallen heethoofden arresteren. Het enige wat daarna nog overblijft zijn enkele brandende auto's en veel puin op straat. De nationale betoging is serieus uit de hand gelopen.